Pieter, ben je een beetje aan het warm draaien voor de echte top 2000? Zeker. Eén keer gevallen al. Kijk, dat... Je kon hem niet zien. Dit? Hier ga jij zoveel problemen mee krijgen. Ja, I know. En dan, dit is de trap des doods, hè? Yeah. Hier val ik altijd over. Dit is de deur donderen. Ja, de deur donderen trap. Hey. Nou al gezellig. Ik heb jou net, Pieter. Hi. Hi. Ik ben net geboord bij de tandarts. Ja. Maar nu hangt ook mijn linkermond op. Kijk, als ik praat, zit het een beetje zo. Lach eens. Hey, zeg nog even waar je zin in hebt. Ik heb een blackout. Waar heb ik zin in? In die quiz. Oh, ja. Ik heb dus echt heel zin in 9 december, want dan komt de quiz online. Ja, de vlogquiz met Bram en Do. Ja, ik ben dus wel bang, want ik in de teaser zit dus de vraag van wat is je minst favoriete vlogkarakter? Ik ben dus bang dat ik het misschien ben dadelijk. Nou, wat leuk dat je erover begint. En hier staan we dan weer bovenop. Waar zit je? Laat eens. Nou, zit hier zitten we. Kijk, even voor de duidelijkheid. Carmen is gewoon vrij, maar die springt even bij, omdat ik geen redacteur heb. Tuurlijk. Nu voor. Dit is de stairways to hell. Ja, eigenlijk wel. Eén keer let op het afstapje bij de deur van top 2000. Hier is de studio. Oh nee. Hallo. Ja. Ik vind het glas is ook zo schoon nog, hè, nu. Ja, het is echt zo... Ik heb echt een hand op. Ja. Jeroen. We hebben tijd zat. Daarom zie je er altijd zo goed uit. Je hebt gewoon allemaal setjes bij je. We moeten nog iets opnemen voor televisie. Dus er werd mij gevraagd om keurige kleren mee te nemen. Dus ik denk, je mag je kiezen. Als jij moest kiezen. Nou, ik heb die achterste. Jij hebt die achterste? Ja. Dus ik zou die achterste doen. Dag mannen. Daar zijn jullie weer. Kijk, daar zijn ze weer. De mannen van de statistieken. Kan je mij alvast één feitje verklappen? Gewoon één ding wat opvalt. Eén ding wat opvalt. Nou, wat het meest opvalt is dat, wat we weten, is dat overlijden, dat werkt. En dan kom je hoog. Ja, Aretha Franklin. Bijvoorbeeld, ja. Maar, Avicii. Ik heb een tip voor de erven Bowie. Maak een film en breng hem in oktober uit. Slim. Ja. Subtiel. Ja, goed hè? En zitten er ook meer vrouwen in? Ja. Sommige dingen zijn voorspelbaar, die zijn wat minder spannend. Zoals de nummer 1. Bijvoorbeeld. Ja. Maar daaronder is het waanzinnig spannend. Kut! Hoe noemen ze niet roken de servers? Wat leuk dat je luistert. Je hebt gewoon het goede openendag getrokken. Nee, Martijn. Ik heb gewoon helemaal mijn... Ik moet een beetje keurig uitzien. Goed hoor. En toch... Hipster. Frivol. Hipster? Ja, het is wel hipster. Met die baard sowieso, ja. Vind jij ook dat Jeroen hipster is? Laat het weten in de comments. Ik heb het onthuld, het geheim. Waarom jij er zo jong uitziet. Want? Kijk dan, wat een schermen hier hangen, man. Ja, dat is... Ja. Ik heb tegenwoordig nu een wat grotere auto gekocht om het allemaal ook mee te doen. Ja, je hebt een eigen lichtplan. Ja, dus elke keer als ik ergens kom, dan moet dat mee. Ja, Carmen, je moet op de foto. We worden herkend. Wat leuk. Ja, kom, wilt u er tussen? Ja, dat is wel leuk. Of je zegt, ik vind de één leuker, dat kan ook natuurlijk. Ja, ik kan geen keuze maken. Nou, dat is mooi. Nog eentje voor de zekerheid? Ja, dat zou ik ook doen. Ik heb er nog twee. Wouter. Hey ouwe. Hey. Was leuk? Ouwe. Sorry. Neem een bitterbal, dat doe maar niet. Vuile hond. Petertje. Hey, Woutje. Het punt is een beetje, nu zit ik in je blog, maar dan moet ik natuurlijk ook even nadenken over wat ik dan precies ga zeggen, want anders knip je me eruit. Nee joh, dat hoeft niet. Ik zou beginnen met het vlog noemen, pas van blog. Dat misschien... Zei ik blog? Ja. Waar ik blog zei, bedoelde ik dus vlog. Maar jullie zitten een beetje te klagen dat jullie er nooit in zitten. Nou, kijk, hij zit er vaker in dan ik. Ik ben laatst opgenomen over het feit dat ik in de vlog wilde en dat ik eruit was geknipt. Maar vervolgens ben ik er alsnog uitgeknipt. Ja, we hebben ook al twee keer gehad. Ze drosten uitgeknipt worden. Ja. Afgesproken, kom ik dan in de vlog? Ja. Zullen wij nu een clubje oprichten waar we dit soort dingen kunnen uitwisselen? Ja, dat lijkt me hoop zeer. Ik voel me dan erg buitengesloten. Ja, kijk, met al dit gelul worden we natuurlijk gewoon weer uitgeknipt. Ja. Een hele vlog aan wijden. Oh, je nog iemand die er nooit in zit. Kan je niet een hele vlog wijden aan alle mensen die eruit worden geknipt? Ja, dat is wel een goeie. Misschien moet ik dat maar eens doen. Ik ben er al mee bezig nu, toch? Ja, dit gaat het weer niet halen, denk ik. Ik heb hem. We hebben zijn camera gekaapt. Goed, man. Wat? Okay, we gaan even een geheim filmpje. We kunnen zijn vlog beïnvloeden. Hey, doet hij dat niet uit zijn hoofd, joh? Lees hij dit allemaal voor? Ik dacht, hij vertelt gewoon uit zichzelf. Ik heb er ook helemaal geen verstand van. Hij is toch aan het lezen? Wat zullen we doen? Zullen we dit op het toilet leggen? De camera.
Bijbel, of hele smerige opnames in het toilet maken. Dat hij denkt, wat doet dit op mijn camera? Het is 17:45 s'avonds. En Carmen is wakker sinds 4:00 vanochtend. Kijk even, date. Nou, je ziet er best nog wel goed uit. Geen thuis, Ander. Yes, thanks. Hoe vind jij dat Carmen eruit ziet? Ze is al sinds, heel goed. Sinds 4:00 vanochtend wakker, hè? Daarom, ik doe het er niet aan. Nee. Daarom. Hoe lang ben jij al wakker? Sinds 7:00, dus ik word niet klaar. Nee. Vertel even. Ik heb een starstruck. Ik zeg, hey, hoe is het? Volgens mij kennen we elkaar niet. Alles goed? Alleen maar uit de gok. Maar kan ik hem dan gewoon wel vragen of je het echt ook zo chagrijnig doe even, kijk wat hij zegt. Ik zie hem anders nooit lachen hoor. Maar je hoorde het al. Ja. Ik was me heel erg aan het uitslopen voor jou. Ik hoorde het niet. Nee, ik zeg het niet. Daar is hij. Ik ga hier slapen. Hij valt hem even tegen. Het valt me alles mee. Ja, maar ik moet wel zeggen, ik ben heel moe, dus misschien zie ik niet zo scherp mee. Nee, dat zou kunnen. Nee, ik vind het echt leuk om te zien. Dat is het bekendste vlogpersonage van jou. Ja, nou, nog meer kerstbomen. Kijk dan. En nog een kerstboom. And you get a Christmas tree. And you get a Christmas tree. Nee, dat moet zo. Dat is in. Een schuine kerstboom, dat is geen grapje. Je houdt het ook niet bij, hè, jij. Daarom hangt die andere ook scheef in de woonkamer. Dat is geen grapje. Wat is er? Nog een kerstboom? Oh, nog één?